Zo, we zijn nu binnen op de tribune, op de hoofdtribune. En wat ik net al vertelde binnen, over wat we morgen iets speciaals gaat gebeuren. Kort zijn er iets te organiseren. En toen dachten we eerst, misschien de FC Utrecht kaarsen. Maar die mag niet het stadion in, die wordt in beslag genomen als ze dat ontdekken door de stewards. Dus dat gaat hem niet worden. En we dachten misschien met een lichtje maken, met een aansteker, FC Utrecht aansteken. Maar dat gaat hem natuurlijk ook niet worden. Want en heel weinig mensen roken. Er zijn te weinig mensen die roken, denk ik. Ik weet niet of iedereen rookt die morgen komt. Dus ja, wat we voor die speeractie wel kunnen doen, en dat is heel mooi, dat is de verlichting via je mobiele telefoon. En dat is heel makkelijk, want als je je mobiele telefoon pakt, dan heb je, als het goed is, een appje in je telefoon staan en dat heet zaklamp. Dat kan dus ook gedownload worden als je die niet hebt. Moet je even kijken in Play Store. Ligt eraan wat voor mobiele telefoon je hebt. Heb je Android of Apple. Maar er zijn van die download voor allebei de telefoonsystemen. Of het nou Android of Apple is. Is er dus een download app. Waar je dus zaklamp in kan downloaden. En als je dan die zaklamp aanklikt. Dan zie je dus zo'n schuiver. Als het goed is, bij jullie ook. En die doe je dan boven. En dan gaat het lampje aan. En nou is de bedoeling eigenlijk morgen bij die 1 minuut stilte in het stadion. Dat moet dus helemaal hoofdtribune, binnenzijde, zuidtribune, cityside. En misschien dat de uitvak supporters, de supporters van Willem II ook meedoen. Daar is 1 minuut hoog houden, recht omhoog. Stilhouden, niet zwaaien, niet zo, maar gewoon zo houden. 1 minuut lang. Als eerbetoon aan Theo Albers. Nou, dat is toch mooi. Zo willen we het doen. Ik hoop dat u morgen dat allemaal meedoet. Dat u dat mobiel morgen allemaal uitgebreid en snel die appje gaat downloaden van zaklamp. En dat u allemaal uw telefoon in klaar hebt, standby, goed opgeladen ook. Want die 1 minuut moet gewoon alle verlichting, stadionverlichting, de telefoonverlichting, moet gewoon samen meewerken. En laten we een Theo, laten we het merken aan Theo, dat we hem echt zullen missen, dat we, wat voor een warm mens die was. Ja, laten we een mooi afscheid nemen hier in het stadion van de enigste echte voorzitter, hè? Zoals die wel eens genoemd wordt. De enigste echte voorzitter ooit. Zo zeggen mensen, zorg dat u erbij bent. Het wordt prachtig morgenavond. Als iedereen gewoon meedoet met die zaklamp en de mobiele telefoon.